Ja, er was mij gevraagd om iets te komen vertellen over David Hume's politieke filosofie. Ik doe dat heel graag. Ik ga een poging doen om in vogelvlucht hem voor te stellen, ik zou zeggen voor een publiek van filosofen of mensen die toch minstens erg geïnteresseerd zijn in filosofie. Maar ik ga er een beetje van uit dat u Hume minder goed kent. En ik denk dat ik dat mag veronderstellen, omdat Hume zeker als politieke filosoof niet zo bekend is. Hij wordt weliswaar in de Anglo-Saxische wereld zo wat gerekend tot een van de grondleggers van de liberale traditie. Vaak wordt hij dan in één naam genoemd met Adam Smith. Ook wel soms samen met John Locke. Maar tegelijkertijd is hij een, laten we zeggen, binnen de politieke filosofie niet zo'n dominante figuur, omdat hij een heel eigen geluid laat horen. Nu, ik zou willen, of ik hoop dat ik u ervan kan overtuigen, dat hij een zeer belangrijk politieke filosoof is. Zij het een beetje onorthodox. En dat blijkt ook als je naar de literatuur over zijn politieke filosofie kijkt. Omdat je daar mensen hebt die, en dat is zowat de mainstream, die zal zeggen, ja, Hume is eigenlijk wel een voorloper van ons liberaal-democratisch denken, in brede zin. Anderen zeggen, ja, maar nee, hij is eigenlijk eerder wat een eigenzinnige verlichtingsfilosoof die ook mee aan de grondslag ligt van een conservatieve traditie die op sommige punten duidelijk ingaat tegen bepaalde denkbeelden van het liberale gedachtegoed. Ik sluit mij nogal aan bij die tweede strekking. Ik denk dat er bij Hume bepaalde interessante, kritische noten zijn bij de liberale traditie, maar ik denk dat hij tegelijkertijd au fond wel een liberale filosoof is. En daarom noem ik hem maar een liberaal-conservatief. Daarmee heb ik zo die twee interpretaties waar met elkaar verbonden. Ik ga eerst iets zeggen over zijn politieke filosofie, zoals die in zijn belangrijkste geschriften voorkomt. En dan ga ik een beetje inzoomen op de vraag, wat maakt hem nu liberaal? Vervolgens, wat maakt hem nu eerder conservatief? En in een derde punt ga ik wat dieper in op wat je zou kunnen noemen zijn politiek realisme. En maak ik een kleine vergelijking met Machiavelli. Ik baseer me daarvoor trouwens op een boek, Hume en Machiavelli. Dus heel origineel ben ik dat niet, maar ik vond dat eigenlijk wel een interessant boek. Nu, als je naar Humes politieke filosofie kijkt, dan kun je zeggen dat voor Hume het centrale vraagstuk van de politiek is, hoe creëer je een legitieme politieke orde, een staat, waar de autoriteit niet arbitrair is. Wat dat op betreft is hij een typisch liberaal. Maar als je dan ziet hoe hij de legitimiteit van de politiek denkt, dan moet je vaststellen dat hij vanuit zijn scepticisme denkt dat het onmogelijk is om een politieke samenleving of een politieke legitimiteit te funderen op de rede. Politieke legitimiteit is een product van conventies, zegt Hume, overeenkomst. En wanneer een politieke samenleving goed functioneert, op goede conventies gebaseerd is, dan maakt zij het allerbelangrijkste mogelijk, namelijk in vrijheid samenleven. En voor Hume is vrijheid een heel belangrijke waarde. Opnieuw, daarom is hij ook een liberaal filosoof. Maar hij verbindt dat ook wel heel sterk met een vrij klassieke idee van deugdzaam leven. Zoals je dat bij Aristoteles en Cicero ook terugvindt. Nu, als je naar zijn politieke filosofie kijkt, zoals dat in zijn belangrijkste werk, The Treatise of Human Nature, is ontwikkeld. Daar vind je een eerste aanzet van zijn politieke filosofie. Dan stel je vast dat je daar met drie dingen moet rekening houden volgens Hume. Het eerste is een antropologisch feit, dus een bepaalde opvatting over de menselijke natuur. En dat is een slagzin van Hume, waarmee hij bekend is in de geschiedenis van de filosofie. Niet de reden, maar de passies en de verbeelding zijn de gids in het menselijk leven. Dat is een soort axioma bij hem. De reden is belangrijk, maar het is een instrument van de passies. Een tweede feit waarvan hij vertrekt, of een tweede, je zou kunnen zeggen, axioma, is eerder idee historisch. Hume is van mening heel duidelijk dat zo de klassieke politieke theologie, die ervan uitgaat dat je eigenlijk de staat en het politieke lichaam fundeert op een soort theologische theorie, denk aan een christelijke eschatologie. Hume is duidelijk de filosoof die vanuit zijn scepticisme daar niet meer wil van vertrekken. En die zegt ook, het nadenken over de staat moet gebaseerd zijn op een theorie over de menselijke natuur.
Vandaar zijn afwijzing in de lijn van het empirisme van Newton van een klassieke politieke theologie. Dat brengt ons bij een derde vooronderstelling of een axioma waarvan hij vertrekt. U hebt denk ik allemaal wel een inleiding in de filosofie gehad en u herinnert zich daar, of in de ethiek, de is-ought-distinctie van Hume. Je kunt niet van feiten naar waarden gaan. Hoe doet hij dat dan? Wel precies vanuit het idee dat de bron van normativiteit in de moraal, maar ook in de politiek, ligt in de gevoelens. In de gevoelens die meegedragen worden door conventies, maar ook door tradities, opinie en dergelijke meer. En zo komt hij tot zijn nogal speciale filosofie, zal ik maar zeggen. Ik ga heel kort samenvatten hoe hij dan in de Treatise of Human Nature vanuit zijn gematigd scepticisme, dat gematigd scepticisme, laten we dat zo samenvatten, dat verwijst naar die stelling: niet de reden, maar de passies zijn de uiteindelijke drijfveer van het menselijk leven. Hoe komt hij dan in de treatise tot een theorie van het politieke? Wel, wat we daar zien is dat hij probeert aan te tonen dat vanuit een soort naturalistische theorie, gewoon kijken hoe functioneren mensen, psychisch, sociaal, komen mensen tot coöperatie. En heel interessant om te zien is dat in de hedendaagse speltheorie, als je aan specialisten van de speltheorie zou vragen, lezen ze een paar bladzijden uit Hume. Zo de bekende Angelsaksische filosoof Lewis beschrijft dat en hij zegt, ja, Hume vat daar in een paar regels, eigenlijk een paar alinea's, de kern van de speltheorie samen. Verbluffend. Nu, wat is dus zijn idee? Dat mensen tot coöperatie in staat zijn omdat ze de voordelen van coöperatie zien. Dat is een conventie, een artifice noemt hij dat. En zo ontstaat de politieke samenleving. En er zijn drie cruciale instituties die door zo'n artifice, door zo'n conventie gecreëerd worden. Dat is ten eerste de idee van eigendom. Ten tweede de idee van rechtvaardigheid. En ten derde, bij hem is dat zeer belangrijk, zoiets als trouw aan het staatsbestuur. Nu, je zult zeggen, ja, dat klinkt wel zeer oogbollig en wat conservatief, maar zijn idee is eigenlijk dat een politieke samenleving nood heeft aan een soort spontane, diepe identificatie van de burgers met de samenleving. Bijvoorbeeld de Belgische parlementaire democratie tot nader orde veronderstelt dat de burgers in België uiteindelijk instemmen met de politieke samenleving waarin zij leven. Dat is niet noodzakelijk heel bewust, niet noodzakelijk volledig en heel sterk van harte. Maar au fond is er een soort inzicht. Het is ook in mijn voordeel en ik voel mij verbonden met een politieke autoriteit. En dat ik die verbondenheid ervaar, is ook in mijn en ons voordeel. En dus op die manier ontstaat er een politieke samenleving die functioneert. Wat we heel duidelijk zien in zijn treatise is een liberale visie op het economisch. Ik ga er onmiddellijk op doorgaan. Dus het is heel duidelijk dat Hume's een naturalistische theorie, daar zit wel een bepaalde visie op de mens in die heel sterk aansluit bij wat we vandaag de dag bijvoorbeeld de economie zouden noemen. Dus de economische wetenschap. Maar ik denk dat Hume als psycholoog rijker is en subtieler en boeiender dan veel hedendaagse economen. Maar dit geheel terzijde. Nu, als je nu een beetje kijkt naar het beeld, een beetje meer normatief dat dan in de treatise naar voren komt van de politiek, en Hume's visie dus op de politiek, dan moet je zeggen, ja, dat Hume een soort seculier concept verdedigt van moraliteit. Hij is iemand die op zijn hoede is. We hebben hier al de namen van Spinoza en zo horen vallen. Ook Hume is heel wantrouwig ten aanzien van wat hij noemt religieus enthousiasme en bijgeloof. En wat dan heel belangrijk is, is dat de politieke samenleving zo georganiseerd wordt, ja, dat mensen deugdzaam kunnen samenleven en een rijk moreel karakter kunnen ontwikkelen. Dat is natuurlijk een ideaal, maar de goede politieke samenleving moet daartoe bijdragen. Wat bij hem ten tweede heel belangrijk is, is de rule of law. Niet meer de arbitraire macht van een of andere vorst, maar de wet moet eigenlijk de grondslag geven van het politieke samenleven en ook van de regels van rechtvaardigheid, zoals hij dat noemt. Opnieuw is er al in de treatise heel duidelijk die nadruk op de autoriteit die volgens hem niet vanuit een sociaal contract kan gedacht worden. En dat is dan toch weer eerder typisch voor de liberale traditie. Denk ook aan John Locke. Willen we nadenken over een legitieme politieke autoriteit, dan moeten we dat kunnen doen vanuit een contract.
Volgens Hume is dat niet het geval. We kunnen daar nog op terugkomen, mocht u daar nog vragen over hebben. Nu, na zijn treatise heeft Hume zijn politiek denken ontwikkeld in een aantal essays. Ik ga daar niet te diep op in, u ziet hier een heleboel titels staan. Als u even kort kijkt naar die titels, dan valt het u ongetwijfeld op dat die zeer contextgebonden zijn. Dat zijn dus essays die echt een commentaar geven op de politiek van zijn tijd. Maar bemerk ook dat je daar een titel vindt als That Politics Might Be Reduced to a Science. Dus dat wijst toch heel duidelijk op een soort verlichtingsinvloed en verlichtingsideaal ook bij Hume. Maar voor de rest zijn dat essays die gaan over de British government, zoals die in het midden van de 18e eeuw is. Over hoe je tot een balance of power kunt komen, over het belang van commerce, zeg maar economie, handel. Over die idea of a perfect commonwealth, ik ga daar straks nog iets meer over zeggen. Dat is een soort utopie van Hume, maar we zullen zien dat hij dat tamelijk realistisch ziet. Dat je dat niet kunt vergelijken met Utopia bijvoorbeeld van Thomas More. Heel belangrijk in al die essays die Hume geschreven heeft doorheen heel zijn leven zijn de political discourses van 1752. Dat zijn eigenlijk essays waarin hij een soort politieke economie uittekent, en laat ik het heel kort samenvatten, die eigenlijk vooruit verwijst naar Adam Smith, The Wealth of Nations. En daarmee is hij echt heel beroemd geworden. Ook in Frankrijk, bij de Franse verlichtingsfilosofen, hebben de political discourses heel veel indruk gemaakt. En dan komt zijn History of England. Vanaf 1753 begint Hume aan een groot project, de geschiedenis van Engeland van de tijd van Julius Caesar tot de Stuarts in de 17e eeuw. En hier vinden we eigenlijk, denk ik, de belangrijkste bron om te begrijpen waarom Hume in bepaalde opzichten wel degelijk een conservatieve filosoof is. Wanneer hij begint eigenlijk met de eerste delen van zijn History of England dichtst bij zijn eigen tijd. Dus Hume leefde in de 18e eeuw en in de laatste twee delen van zijn History of England, die het eerst zijn gepubliceerd, behandelt hij de heel woelige 17e eeuw met onder andere de terechtstelling van koning Karel I in 1649 door de protestanten. En wat opvalt is dat Hume zeer kritisch is voor het republikanisme van de protestant. Nu, voor alle duidelijkheid, vanuit een meer eigentijdse visie zou je kunnen zeggen, ja, je ziet daar eigenlijk bij Oliver Cromwell en de protestantse opstand in het midden van de 17e eeuw, zie je eigenlijk een soort volksopstand, zou je kunnen zeggen, vanuit ons perspectief. Een opstand tegen het vorstelijk absolutisme, tegen het ancien regime. En wat stellen we vast? Hume spreekt met veel sympathie over koning Karel I en is zeer kritisch voor het enthousiasme, noemt hij het, van de protestantse successie. Dus hij wordt daarom door zijn tijdgenoten als een Tory aanzien. Een conservatief, zeg maar. En dat wringt wat. Er is een hele literatuur over het Toryïsme van Hume en zo meer, maar het valt op dat hij in zijn History of England een heel eigen toon aanslaat. Nu, voor alle duidelijkheid, ook dit werk heeft hem een enorme renommee bezorgd en heeft hem ook beroemd gemaakt. En rijk. Rijk vooral, heeft daar heel veel aan verdiend, dat werk heeft heel goed verkocht. En bijvoorbeeld Voltaire was absoluut vol bewondering. Hij zei, ja, die auteur van de History of England, David Hume, dat is de Tacitus van deze tijd. Hume heeft in 1763 ook een jaar in Parijs verbleven. Was daar zeer goed bevriend met de radicale verlichtingsfilosofen. Maar ook die vonden zijn visie op de monarchie en zo toch een beetje vreemd. Bemerk dat dus op dat ogenblik in Engeland al de parlementaire of de constitutionele monarchie echt gevestigd is. In Frankrijk is het regime op dat ogenblik nog veel absolutistischer. Dus, en dat verklaart misschien ook dat Hume een wat andere kijk heeft op de monarchie. Nu, één ding is heel belangrijk. In zijn kritiek, of in zijn toryïsme en zijn kritiek ook op het sociaal contract, zie je bij Hume duidelijk een scepticisme ten aanzien van de hele sociale contractsidee. Hij zegt in zijn essay of the original contract, indien wij een staat zouden kunnen stichten puur door afspraken te maken, alsof hij zegt,
alsof mensen geboren worden als like champignons die op één nacht oprijzen, hè, ja, dan zou je misschien kunnen een ideale staat ontwerpen waarin door rationele afspraken we heel duidelijk weten waarin en waaruit. Hè. Maar zo zitten mensen niet in elkaar. Hè. Elk politiek regime is een poging tot een evenwicht te komen en is historisch gegroeid. Hè. Een evenwicht tussen macht en verlangen naar vrijheid, tussen groepen en klassen in de samenleving. En denk niet dat je ooit een soort absolute gelijkheid kunt creëren. Dat is gewoon niet realistisch. Hè. Dus je moet roeien met de riemen die er zijn. En je moet binnen zo'n historische constellatie de best mogelijke politieke samenleving organiseren. Maar als je dat wil doen vanuit een heel abstract idee, bijvoorbeeld vanuit een soort sociaal contract, dan raak je in de problemen. Ik zeg niet dat Hume absoluut gelijk heeft. Ik probeer even te articuleren waarom hij zo sceptisch is ten aanzien van het sociaal contractsdenken en eigenlijk tegen alle vormen van ideologie waarbij een soort rationeel plan wordt naar voren geschoven volgens de welke de samenleving zou moeten georganiseerd worden. Goed. Ja, die History of England was dus heel populair. Hè. Zelf Lodewijk XVI, die helaas ook op het schavot is geëindigd, hè, die heeft, bij wijze van anekdote, misschien wel niet oninteressant, toen hij 6 jaar oud was, hè, werd Hume toen al beroemd ontvangen door Lodewijk XV. Hè. En de kleine Dauphin, die helaas later op het schavot zou komen, hè, die moest in zijn beste Frans aan meneer Hume uitleggen dat hij welkom was in Versailles, hè, en dat hij een groot auteur was enzovoort. Diezelfde Lodewijk XVI in de laatste dagen voor hij op het schavot eindigde, las als bij wijze van vertroosting, hè, over Karel de I, die, laten we zeggen, meer dan een eeuw eerder op het schavot was geëindigd. En ik herhaal, Hume spreekt daar met veel piëteit over. Hè. Nu, het is interessant om te weten, historisch ook niet onbelangrijk, de terechtstelling van Karel de I is in Engeland vrij snel door een groot deel van de bevolking als iets verschrikkelijk ervaren. We hadden dat niet mogen doen. Er is een groot verschil met de reactie en de naweeën van de Franse Revolutie en de terechtstelling van Lodewijk XVI. Waarom dat zo is, dat is voer voor historici, maar het is goed om weten. Dat verklaart misschien nog altijd een beetje dat de Britten vandaag de dag, de monarchie, bah ja, hè, misschien niet 100% erachter staan, maar een heel andere mentaliteit daar rond dan de Fransen, laat ik het daarbij houden. Goed, in welke zin is Hume nu liberaal? Dat was zo'n beetje een vogelvlucht, een historisch overzicht. Hè. Wel, de liberale elementen in zijn denken zijn overvloedig. Hè. Ten eerste, Hume ziet als een typische liberaal de economie als de motor van het maatschappelijk leven en ook van vooruitgang en welvaart. Hij gelooft dus, zoals ik al gezegd heb, heel sterk in de rule of law. En hij gelooft ook heel sterk in de constitutionele monarchie. Dat is in zijn tijd de monarchie die sinds de Glorious Revolution, op het einde van de 17e eeuw, de zogezegde het Huis van Hannover eigenlijk op de troon heeft gebracht. Dat zijn de nazaten van de huidige Britse koningin is een nazaat van dat Huis van Hannover. En van Willem van Oranje III, die eigenlijk in de Glorious Revolution koning van Engeland ook is geworden. Dus die constitutionele monarchie, zegt Hume, functioneert. En die is goed. Laten we het maar zo houden ook. Interessant om te zien is, ondanks het feit dat hij dus in zijn History of England ook betreurt wat er met het Stuarthuis gebeurd is 100 jaar eerder. Dus Hume is een echte pragmaticus. Hij kan met veel sympathie spreken over een koningshuis dat eigenlijk het onderspit heeft gedolven en de Stuarts waarvan Karel de I dus terecht is gesteld en op het einde van de 18e eeuw op het einde van de 17e eeuw is dan James II ook opzij geschoven. Dat kan allemaal gebeuren, zegt Hume. Maar liefst niet op een al te revolutionaire manier. En van belang is om te kijken, als een samenleving nu goed functioneert, bijvoorbeeld onder een monarch, dan moeten we het zo houden. Dus die constitutionele monarchie vindt hij positief. Hume is ook heel duidelijk liberaal in de volgende zin. Hij gelooft in wat hij noemt de morele superioriteit van de moderns. De moderns, dat is eigenlijk de 18e eeuw, onze cultuur, de verlichtingscultuur, ten aanzien van de ancients. Je hoort vandaag soms ook een bekend Vlaams politicus met veel nostalgie bijna spreken over de Romeinse tijd en zelfs over keizer Augustus.
Hume wijst erop dat in die tijd, dus bij de Romeinen, met alle respect voor een politiek genie en het feit dat zij zoiets als het Romeins recht hebben ontwikkeld, Hume wijst er ook op dat dat ook een heel harde cultuur was, die heel vredaardig was vergeleken bij, volgens hem, de eigen tijd, waar toch de sense of humanity en een zekere beleefdheid ook in politieke zeden toegenomen is. Niet dat allemaal heiligen zijn in de 18e eeuw, verre van, maar Hume denkt toch dat zijn tijd, wat dat betreft, de Europese cultuur in het algemeen, moreel superieur is aan de oudheid. Hume is ook heel liberaal in zijn pleidooi om de religie zoveel mogelijk te bannen uit de moraal. Tegelijkertijd is hij ook heel pragmatisch en hij verdedigt eigenlijk wat men in de literatuur noemt het erastianisme. Dat is eigenlijk heel simpel, dat is de idee dat de staat toezicht moet houden op de religie. De religie mag niet te autonoom worden. En helemaal in de lijn van de Britse geschiedenis is Hume heel sceptisch voor de macht van de katholieke kerk. En dus, ja, religie wellicht iets onvermijdelijk. Als verlichte liberaal hoeft religie voor hem persoonlijk ook niet echt. Maar het is er wel. En dan kun je het best zo goed mogelijk onder controle houden. Vrijheid is bij Hume ook heel belangrijk. Maar wat bijvoorbeeld interessant is, is om te zien dat hij heel kritisch is in zijn eigen leven over wat hij noemt ongeregelde vormen van enthousiasme en vrijheidsstreven in de politiek, die eigenlijk de stabiliteit in de samenleving bedreigen. Hij is bijvoorbeeld heel kritisch voor een toename van de vrijheid van de pers, omdat hij zegt, ja, dat creëert allerlei animositeit, fake news, zullen we misschien vandaag zeggen. Ik denk dat hij daar wat beducht voor was. Wat niet wegneemt, dat op zijn treatise heel nadrukkelijk staat, niets is belangrijker dan de vrijheid van het denken. Hij was eigenlijk een beetje een elitair iemand. Hij leek zowat de gedachte te verdedigen. Het kritische denken moet absoluut bevorderd worden, maar dat moet binnen de juiste cenakels gebeuren. En pas ermee op met dat allemaal in de pers te gooien, alle mogelijke discussies en denkbeelden. Dat kan verkeerd uitdraaien. Hume is ook heel liberaal in zijn heel egalitaire visie op man-vrouw. Egalitair voor de 18e eeuw. Daar zitten er zeker nog wat patriarchale trekjes in. Maar als je bijvoorbeeld zijn essay leest over on polygamy and divorces, dan valt het op dat hij eigenlijk een heel, ik zou durven zeggen, moderne, bijna eigen tijdse visie heeft bijvoorbeeld op het huwelijk. Hij zegt het huwelijk, dat is een idealitair, een bijzondere vorm van vriendschap tussen een man en een vrouw. Hij bepleit ook dat monogamie beter is dan polygamie. Waarom? Omdat in polygame samenlevingen de vrouw eigenlijk onderdrukt wordt. Dat is voor hem heel duidelijk. Of hij daarin gelijk heeft, is ook misschien vanuit antropologisch oogpunt bediscussieerbaar, maar de idee is wel, waar er meer gelijkheid is tussen man en vrouw, is het beter. Ook zijn visie op seksuele zeden is vrij liberaal voor die tijd. En tenslotte ook zijn pleidooi voor de bescherming van vrijheid en eigendom staat in functie van zijn geloof in de vrijhandel. Daarin is hij heel duidelijk ook liberaal. Wat maakt hem nu conservatief? Wel, ik heb eigenlijk al een aantal elementen wat dat betreft aangeraakt. Laat ik dat misschien nog even kort opsommen. Het is heel duidelijk dat Hume meent dat politiek belang heeft bij wat hij noemt autoriteit. En autoriteit betekent altijd ergens inperking van de vrijheid, hoe dat je het ook draait of keert. Hij is eerder behoedzaam voor de multitude, zou je kunnen zeggen, de massa's. En het komt er altijd op aan, zegt hij, om een moeizaam evenwicht te zoeken. Dat is de kunst van de politiek tussen vrijheid en autoriteit. Nu, voor alle duidelijkheid, als dat woord autoriteit valt, vergis u niet, dat is de autoriteit die door de rule of law bemiddeld is. Dat is niet blinde autoriteit. Dat is geen arbitraire macht. Dat is niet de macht van een vorst die met een lettre de cachet, zoals Lodewijk de 16e, heerst over zijn onderdanen. De autoriteit moet door een constitutie verzekerd zijn en ook ingeperkt zijn. Maar ze moet er wel zijn. En Hume heeft daar een soort nuchtere kijk op. Hij zegt bijvoorbeeld, kijk, hoe je het ook draait of keert. In de 17e eeuw, we hebben Karel I onthoofd.
Maar eigenlijk werd bij hem de burgerlijke vrijheid en een soort stabiliteit in de samenleving beter bevorderd dan onder Cromwell, die daarna is gekomen. Cromwell, die zogezegd een soort republikeinse democratie was, maar was dat helemaal niet, dat was eigenlijk een republikeinse dictatuur. En zegt Hume, kijk, de geschiedenis, wat leert ons die? Dat Cromwell zijn regime amper 10 jaar heeft stand gehouden. Dat bewijst eigenlijk dat het niet deugdzaam is. Dat is typisch voor die nogal pragmatische houding van Hume om naar politiek te kijken. Goed, ik heb al verwezen naar de Glorious Revolution, waar hij dus tegelijkertijd voorstander van was. Nu, dat pragmatisme ten aanzien van politieke autoriteit blijkt ook in zijn houding ten aanzien van de Amerikaanse kolonies. Ik ga daar onmiddellijk iets meer over zeggen met een verwijzing naar een aantal brieven van hem. Wat hem dus ook wel conservatief maakt, zou je kunnen zeggen, is dat hij eerder wantrouwig is voor wat hij noemt abstracte idealen van gelijkheid. Ik heb al gezegd, gelijkheid man-vrouw, schitterend, belangrijk. Vriendschap vindt Hume enorm belangrijk. Maar de idee dat je zo de verhoudingen tussen klassen, werd dat in die tijd ook nog genoemd, tussen de rich en de poor, de nobility en het gewone volk, dat je al die tussenschotten en die klassen kunt, en de ongelijkheid die daar onvermijdelijk heerst, dat je dat kunt, ik zou bijna zeggen, uitschakelen of een politiek systeem hebben waar er niet zo'n ongelijkheid ontstaat, daar gelooft Hume niet in. En hij denkt dat het streven naar absolute gelijkheid gevaarlijk is. Dat maakt hem duidelijk conservatief, want hij houdt eigenlijk een pleidooi voor een soort status quo in de 18e eeuw. Hij is ook van mening, en dat is toch ook conservatief, dat is iets wat je vandaag de dag heel duidelijk ook verdedigd ziet door iemand als Roger Scruton. Hij zegt heel nadrukkelijk, gewoonte, traditie, niet de reden, maar dingen die we uit gewoonte overnemen van onze voorouders, eigenlijk als die goed functioneren, behoud die. Want die helpen eigenlijk de politieke stabiliteit bevorderen. Hij is dus heel duidelijk een anti-utopist, zou je kunnen zeggen. Nu, voor alle duidelijkheid, het is, en dat maakt zijn politieke filosofie soms wat moeilijk, want er zit daar zo niet één lijn op. In zijn Idea of a Perfect Commonwealth, wat zou nu de ideale samenleving zijn, verdedigt hij de ideeën die heel sterk gaan in de richting van een republikeinisme. En lijkt hij dus eigenlijk na te denken over een politieke samenleving die toch wel sterk verschilt van de constitutionele monarchie waarin hij zelf leeft. Maar wat zien we in datzelfde essay, en dat is wat u hier ziet is een citaat uit de inleiding van het essay, of het is echt, zijn de openingszinnen. Hij zegt daar heel nadrukkelijk, met vormen van staatsbestuur, forms of government, as with other artificial contrivances. Dus, en hier voor een staatsbestuur geldt hetzelfde als voor andere artificiële artefacten die we ooit uitgevonden hebben. Of hier gaat niet hetzelfde, want je kunt zeggen dat bij een old engine, een oude motor die niet meer werkt, die gooi je weg en je vervangt die door een nieuwe. En je kunt voortdurend zoeken naar een betere motor. In het staatsbestuur is dat niet zo. Tweede deel van het citaat, an established government has an infinite advantage by that very circumstance of its being established. Gewoon een staatsbestuur dat er is, heeft het voordeel dat het er is en als het functioneert, moet je het niet onmiddellijk willen opzij schuiven of radicaal hervormen. The bulk of mankind being governed by authority, not reason. And never attributing authority to anything that has not the recommendation of antiquity. Mensen hebben de neiging om ontzag te hebben voor gevestigde autoriteit. Als je die probeert te vervangen vanuit een abstract ideaal door een nieuwe autoriteit, dat loopt meestal slecht af, zegt Hume. En probeer dus niet te veel experimenten in de politiek. Dat zegt hij in de rest van dit citaat. Nu, ik sla even een bepaalde iets over wat ik zeker toch wou vermelden, niettemin. Sommigen onder u zullen dat weten, dat Hume een beetje in de oog van een storm is terechtgekomen, ongeveer 2 jaar geleden. Sommige mensen hadden ontdekt wat Hume-specialisten al lang wisten. Er zijn bij Hume een drietal citaten, passages, dat is heel kort, wat staat er wel in zijn essays,
terug te vinden die duidelijk racistisch zijn. Je moet daar niet over discussiëren. Hij zegt daar onomwonden, hè. Ja, het is heel duidelijk dat de blanke Europeaan toch wel superieur is ten opzichte van de zwarte uit Afrika. Dat staat daar letterlijk zo. Hè. Hij is daarvoor trouwens tijdens zijn leven al zwaar bekritiseerd. Hè. Gek genoeg door iemand met een sterke religieuze achtergrond. Hè. Die zich daar vreselijk aan ergerde aan dat racisme van Hume. Hè. En Hume dus de grote verlichtingsfilosoof. Hè. Gelijkheid man-vrouw, niet te veel religie en bijgeloof, toont zich in zijn racisme niet bepaald van zijn meest scherpzinnige kant. Hè. Goed, laat ik misschien tot besluit nog iets zeggen over dat politiek realisme waardoor Hume en Machiavelli in bepaalde opzichten soms toch wel vergeleken worden. Hè. Dus Hume verwijst zelf een aantal keren in zijn oeuvre naar Machiavelli. En wat hij bij Machiavelli bewondert is precies, en het zal u niet verwonderen op basis van wat ik al gezegd heb, het feit dat Machiavelli ook heel veel oog heeft voor geschiedenis. Hè, en voor het feit dat politieke systemen altijd historisch geconstitueerd worden. Hè. Ergens ontstaan zijn in de loop der tijd. Hè, en de kunst van de politiek is eigenlijk in die historisch ontstaande constellatie stabiliteit te creëren. Hè. Politieke stabiliteit en dus ook een evenwicht te vinden tussen inderdaad vrijheid. Maar ik denk dat zowel bij Machiavelli als bij Hume vrijheid echt wordt aanzien als politieke vrijheid. Dat betekent een soort bewuste identificatie van de burgers met het staatsbestuur. Dat is nog niet de vrijheid zoals wij die vandaag de dag zouden verdedigen. Ik denk dat dat toch belangrijk is om te zien. Hè. Maar dat is dus voor beide belangrijk, ook voor Hume. Hè. Niettemin. Misschien een groot verschil met Machiavelli is wel dat Machiavelli veel bewondering had voor de Romeinse oudheid. Hè. Hume hebben we al gezien, duidelijk niet. Hè. Beiden hechten ook veel belang aan een zekere participatie, een zeker burgerschap, dus een zekere participatie van de burgers aan het politieke lichaam. Hè. Participatie eventueel in de vorm van identificatie, maar niet geen onverschilligheid. Hè. Er moet een soort positieve betrokkenheid zijn. Hè. Nu, bij Machiavelli neemt dat heel duidelijk weer de vorm aan van een Romeinse ideaal van virtu, hè? Erg antichristelijk. Hè? Of onchristelijk is misschien een betere omschrijving. Hè? Bij Hume is dat eerder Cicero, Aristoteles. Hè? Toch een rooskleuriger mensbeeld dan bij Machiavelli. Hè? Er wordt wel eens gezegd dat Hume de verdediger is van een soort bourgeois virtue ethics. Hè? En ik denk dat dat een mooie omschrijving is. En men ziet daar ook inderdaad invloed van Cicero weer. Hè. Laat ik misschien besluiten met iets te zeggen over Humes politiek realisme, zoals dat tot uiting komt in zijn houding ten aanzien van de Amerikaanse kolonies. Hè. Dus het feit dat Amerika in de loop van de 18e eeuw onafhankelijk werd. Hè. Het is te zeggen, de aspiraties om onafhankelijk te worden tekende zich af in de loop van de 18e eeuw in toenemende mate en dan uiteindelijk in de Amerikaanse revolutie, hè, rond 1783 of zo zeker. Hè. Dus Hume heeft dat zelf nooit meegemaakt. Hè. Maar wat hij wel meegemaakt heeft, is discussies, hè, in Engeland van die dagen over dat vrijheidsstreven van de Amerikaanse republieken, zei men dan. Hè. En bijvoorbeeld een vriend van hem, John Home, hè, maar ook William Strahan, zijn uitgever, stuurde brieven naar hem en zei, ja, die Amerikanen daar, die willen loskomen van de Britse troon, wij zijn daar tegen, wij moeten op ons strepen staan, de monarchie moet beschermd worden en zo meer. En Hume toont zich weer in zijn reactie die typische realist, die zegt, ja, maar hold on, het spijt me, ik kan het niet eens zijn met jouw hoop om Amerika te onderwerpen en wat moeilijker is dan zomaar onderwerpen, ook nog eens besturen. Misschien zou Poetin dit even moeten lezen. Hè. Je kunt een land proberen te onderwerpen, maar je moet het daarna dan ook nog besturen als je het meent veroverd te hebben. Hè. En hij geeft het voorbeeld van Frankrijk, hè, dat zelfs met Corsica geen weg weet. Hè. En hij lijkt dus eigenlijk de gedachte te verdedigen. Kijk, het ligt in de lijn der dingen dat die kolonisten die nu in de Verenigde Staten in Amerika zitten, dat die onafhankelijkheid willen. Hume voorzag dat dat er zou van komen. En hij vond dat eigenlijk een goede zaak. Hè. Hij is daar ook een beetje cynisch over. Hij zegt, ja, laat ze maar zelf aanmodderen en zien of dat goed afloopt of niet. Maar wie zijn wij om dat tegen te houden? En wat meer is, de rest van het citaat dat u hier ziet, dat wordt eigenlijk gezegd, praktisch gezien,
vanuit pragmatisch oogpunt voor de huidige toestand in het Verenigd Koninkrijk zou een strijd tegen de kolonisten hier voor politieke instabiliteit zorgen. En dat is dus het laatste wat we moeten willen, want volgens Hume was de politieke situatie al labiel genoeg, zo rond de jaren 60, 70 van de 18e eeuw. En dat had met van alles te maken, onder andere met een toenemende staatsschuld, toenemende persvrijheid, die volgens hem een bedreiging was van de politieke stabiliteit en zo meer. En eenzelfde soort pragmatisme blijkt dan weer in een, ik zou zeggen, wat andere richting, als je ziet hoe hij reageert op de denkbeelden van een tijdgenoot, John Miller, die was professor in Glasgow, die zou later een enthousiaste aanhanger worden van de Franse Revolutie. Hij was ook iemand die heel sterk bepleitte dat de samenleving moest hervormd worden volgens een soort republikeins ideaal. Je mag hier een beetje denken aan Spinoza, zoals hier al is ter sprake gekomen. En Hume is het daar niet mee eens. Nu, als je die brief ik denk dat het aan William Strahan is, leest, waarin hij dus zegt, aan zijn neef, Davy Hume, u ziet hier de naam, dus het neefje van de filosoof zelf, van David Hume zelf. Dus in een brief aan zijn neef toont hij eigenlijk, of geeft hij een soort inkijk in hoe hij over politiek denkt. En hij is heel genuanceerd, hij zegt, in de oudheid was de republiek inderdaad beter dan de monarchie en de aristocratie, zoals die bijvoorbeeld bij de Romeinen tijdjes bestaan. Maar in onze moderne samenleving, modern manners, de moderne zeden, die hebben eigenlijk voor een beter soort monarchie gezorgd. De constitutionele monarchie van het Engeland van die tijd. Bovendien, de republikeinse staatsvorm, waar zoveel politieke filosofen in de 18e eeuw zo hoog over opgeven, dat is zeer mooi, maar dat is goed voor kleine staten. Niet voor grote monarchieën zoals waarin wij leven. En je moet dus zeker niet proberen bijvoorbeeld onze monarchie omver te werpen en te vervangen door een republiek. Kijk maar wat er in de 17e eeuw bij ons gebeurd is met Cromwell. Kortom, Hume is duidelijk de pleitbezorger van een soort politieke filosofie waarin niet zozeer de grote abstracte idealen centraal staan, maar een soort pragmatisch afwegen van wat is de best mogelijke politiek gegeven de menselijke natuur zoals die in elkaar zit. En de menselijke natuur zit zo in elkaar, zegt Hume, dat zoeken naar evenwicht tussen vrijheid en autoriteit altijd een opgave zal blijven. Het is misschien niet de meest vrolijke, revolutionaire conclusie, maar het is wel een typisch Humeaanse conclusie om zijn liberaal conservatisme samen te vatten. Ik ben klaar. Ja. Dus Hume verdedigt politieke legitimiteit gewoon, of niet op basis van het zelfvertrouwen, maar politiek is legitiem gewoon omdat er politiek is. Omdat? Dat er gewoon is dan. Ja, dus hij. Dat is een wat vreemde positie. Hè. Bijvoorbeeld wat hij ook zegt in zijn kritiek van het sociaal contract. En dat klopt, bij Locke is dat aanwezig. Hè. Bij Rousseau minder, maar bij Locke zeker, bijvoorbeeld een recht op opstand. En hij lijkt te zeggen, ja, hoe kun je nu een samenleving organiseren waarbij de gehoorzaamheid aan het staatsbestuur en de autoriteit voorwaardelijk is. Volgens hem is dat een soort contradictie. Dus er is iets dat maakt dat de instemming met de politieke autoriteit, je vindt die idee later ook een beetje bij Durkheim. Namelijk dat veronderstelt een soort erkenning van de politieke samenleving als iets dat ons transcendeert, als iets sacraals zelfs. Nu, Durkheim, voor alle duidelijkheid, was geen christelijke denker, integendeel, dat was een atheïst eigenlijk. Maar hij is wel van mening dat vanuit antropologisch oogpunt het belangrijk is dat de burgers zich identificeren met de staat als iets quasi-sacraals. Dat is eigenlijk een idee die Hume ook verdedigt. Nu, ik denk dat je dat tamelijk concreet mag zien. Wat maakt dat Fransen uiteindelijk vinden dat de Franse Republiek het beste systeem is voor hen? Is dat op basis van een contract? Nee, helemaal niet. Ze hebben dat op school geleerd.
hun ouders hebben hen dat voorgehouden. Hè. Dat is iets wat met de, ik zou durven zeggen, ja, de paplepel is meegegeven. Hè. In Engeland is de bulk of van de massa nog altijd uiteindelijk een voorstander van een monarchie. Hè. Verenigde Staten is dan weer een ander verhaal. Hè. Maar als je ziet hoe de burgers van de Verenigde Staten zich identificeren met hun staat. Hè. Bovendien, als je tot de Amerikaanse samenleving wil toetreden, als je Amerikaans staatsburger wil worden, dan moet je een soort trouw aan de vlag zweren. Hè. Dat is volgens Hume essentieel om zoiets als politieke autoriteit te hebben. Niet een contract, maar een soort bijna sacraal ontzag. Hè. En als je dat op losse schroeven zet, ontstaan er grote problemen. Nu natuurlijk, je zult zeggen, ja, dan kan er nooit vooruitgang of verandering zijn. Hè. Wel, Hume zou zeggen dat het hangt van de omstandigheden af. Hè. Bijvoorbeeld op het einde van de 18e eeuw ontstond er een constellatie in het Engeland van die tijd, waardoor het beter was dat James II opzij werd geschoven en dat er een nieuwe monarchie kwam. Hè. Zo'n omstandigheden kunnen ontstaan, hè. Waarbij je dus de staat ja, tot vrij radicaal hervormt. Hè. Je zou kunnen zeggen, volgens sommigen, hè, moeten wij hier in onze Belgische samenleving ook over zo'n vrij radicale hervorming nadenken. Hè. Maar alleen al het feit dat dat iets moeilijk is, hè, ik zou durven zeggen, dat is empirisch een argument pro Hume's visie. Hè. Je moet nog niet eens een enorme patriot zijn om te denken, ja, oké, okay, de Belgische staat, hè, je kunt er veel van denken, en de monarchie, wat is dat eigenlijk? Hè. Maar goed, Hume zou zeggen, het is van belang dat u zich toch ergens identificeert. Hè? Anders valt uw politiek weefsel uit elkaar en ontstaan er avonturen. Ik moet daar behoedzaam voor zijn. Hè? Dat is een beetje zijn idee. Ja. Was Hume dan overtuigend nationalist of zat hij nationalisme meer als... Nationalist, vraagt u. Ja, nationalist. Ja. Of was hij nationalisme meer als omstandigheden? Ja. Heel interessante vraag. Hume was een Schot. Hè? En hij was nogal trots op zijn Schotse roots. Hè? Maar hij had een hekel aan het Schots nationalisme. Hij vond dus dat Schotland uiteindelijk beter af was in de monarchie. Hè? En dus met een sterke band, laten we maar zeggen, naar de Engelse, Londense society, hè? Waar hij ook graag toe behoort. Hè? Ik durf vermoeden, maar dat is altijd een beetje gevaarlijk, moest hij nu leven, maar ik denk dat hij ook voor nationalisme op zijn hoede zou zijn. Het is misschien interessant, wat zou Hume gedacht hebben van de Brexit? Interessante vraag. Ik denk dat hij zou gezegd hebben, niet doen. Veel te veel nadeel gaat dat meebrengen, economisch gesproken, voor uiteindelijk de Britse samenleving. Dus ik denk dat hij daar ook heel pragmatisch zou zijn en altijd met één oog kijken naar, is de economische vooruitgang verzekerd? Maar goed, dat is een beetje een speculatie, want dat is altijd gevaarlijk van te zeggen wat zou X of Y gedacht hebben mocht. Hè. Maar hij was, dat is historisch zeker zo, hij was heel sterk op zijn hoede voor een sterk Schots nationalisme. Daar moest hij niet van weten. Hè.